piratenpartij die vindt dat ieder het recht heeft om zichzelf te zijn. We willen allemaal doen wat we zelf willen. En daar zijn we voor. Ik ben Mesje Blaak en ik sta op de lijst van de Piratenpartij. Nummer 28, lijst 19, Tweede Kamerverkiezingen 2021. Waarom de Piratenpartij? Nou, de Piratenpartij, daar ben ik het helemaal mee eens. De Piratenpartij staat voor een basisinkomen. En als we een basisinkomen hebben, dan zijn we al een heel eind verder. Want al die toestanden met die toeslagen en de sociale dienst en dat alleenstaande moeders bang zijn dat ze controle krijgen omdat ze toevallig herenschoenen in huis staan of twee tandenborstels of dat ze een cadeautje hebben gekregen of een donatie van een vriend, dat ze dan gekort worden. Die dingen zijn allemaal weg. En de voedselbank? Daar heb je dan gewoon geld voor. Je hoeft niet meer naar de voedselbank. Dus het zou een heel mooi systeem zijn. En we hopen dat we het voor elkaar krijgen. En dan de coffeeshops. Het coffeeshopbeleid. Kijk, ze willen heel veel coffeeshops gaan sluiten. Maar dat is dus niet goed. Want dan krijg je weer straathandel. En bij straathandel, daar wordt dus meer verkocht dan alleen maar een joint. Dat weten we allemaal. Dus laten we dat alsjeblieft niet doen. En laten we dat gewoon, dat coffeeshopbeleid gewoon zoals het is. En dan de sekswerkers. Het liefst zouden ze dus het Zweeds model gaan invoeren. Dat het helemaal verboden werd. Nou, dan krijg je dus ook weer een vrijgevochten bende. Dan gaan ze op straat tippelen. En dan komen de meisjes in gevaarlijke situaties terecht. Als er geen fatsoenlijke werkplekken meer zijn. Sekswerkers zijn wel gelegaliseerd, maar niet geaccepteerd. En daar zouden we eens mee moeten beginnen. Gewoon accepteren dat het een vak is. En waar ik het ook helemaal mee eens ben, wat er gezegd wordt, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Laat je dat alsjeblieft niet wijsmaken. Want als jij voor een dubbeltje geboren bent en jij hebt de kwaliteiten om te kunnen leren en studeren en je te kunnen ontwikkelen, dan moet jij daar ook de kans voor hebben. En dan kan dat dubbeltje, dat kan wel 1000 euro worden. En misschien nog wel meer. Dus wij staan ook dat iedereen, waar die ook vandaan komt, wie die is, moet kunnen studeren. Als hij dat wil. Want er moet eigenlijk bij ons niks. Er mag alles. Wij zijn voor een open en vrije maatschappij. En dat zijn dus een paar punten die ik dus heb aangehaald. Waar ik dus helemaal achter sta. En of ik mij ook verkiesbaar stel voor de Provinciale Staten. Ja, dat doe ik ook. En als wij dus helemaal geen zetel gaan halen, wat ik dan ga doen? Nou, dan wachten we 4 jaar en dan beginnen we opnieuw. Want de Piraten willen in de Tweede Kamer hoe dan ook.